van harte welkom allemaal. Nee, hij geeft geen geluid, maar zij hebben het nodig. Het weer is niet heel erg uitnodigend, maar we hebben al meerdere keren gezien, als het kinderen betreft, vorige week was het met hun dit, toen hozen het van de lucht. Maar alle kinderen, 80 stuks waren er en met of zonder regenjas ging als een speer naar buiten. Ja, hier staan we eindelijk. Ik denk toch dat het goed is om u het drievrouwschap voor te stellen die hier heel hard aan meegewerkt hebben. Leonie is daar eigenlijk de speel van, dat is deze. Dit is Demna. Oh jee! Steun en toeverlaat. Ja, kijk, als een dame betreft. En dan is er nog een dame die is van de speeltoestellen. Die heeft ons heel goed geadviseerd. Nou kijk, ik zou zeggen... Maar alles begon natuurlijk ook bij een brief die je kreeg van Bo en Nicky. Van beste wethouder, nee, beste burgemeester stond er geloof ik boven. Oh, beste wethouder. En nou, kom er maar bij. Want wat had je in de brief geschreven? Dat wij eigenlijk een beetje boos waren omdat wij... onze hut steeds weg werd gehaald en wij dachten dat dat door de gemeente was, maar dat wisten wij niet. Nee, en je had al gezegd van nou wethouder, dat slaat nergens op, maar dan een beetje leuker. Ja. Van dat je die hut weghaalt. Maar je had wel meteen, jullie hadden wel meteen hele leuke ideeën. Het was niet alleen een boze brief, maar het was ook een leuke. Er stond ook op een cafeetje, maar ja, dat moeten we nog even wachten. Oké. We zijn hartstikke blij dat jullie ons geholpen hebben. Want wij kijken soms met hele andere ogen. Hè? Maar het gaat om jullie. Dus, en jullie hebben weer vriendjes en vriendinnetjes. En je praat daarover. Dus ja, dan is het ook van belang dat jullie het openen. Ja. Toch? Ja. Zullen we daar naar toe lopen? Ja. Vandaag is het dan eindelijk zover, de opening van de nieuwe speeltoestellen in het park. Bij mij staan Bo en Nicky. Hey, meiden, jullie hebben de speeltoestellen een beetje mogen uitkiezen, toch Bo? Ja, ja. En zijn jullie een beetje blij ermee met hoe het nu is? Heel blij. We hadden dit echt precies zo gedacht, ja. En Nicky, hebben jullie die eigenlijk uitgezocht samen met de wethouder of is het een beetje jullie eigen idee? We hebben ze ook een beetje met de wethouder bedacht, maar we hebben ze ook zelf bedacht. We hebben ze eigenlijk samen bedacht. En het zijn allemaal speeltoestellen in hout. Dus je kan erop klimmen, je kan eromheen slalommen. Waarom speciaal deze figuren? Nou, omdat we een wat avontuurlijker park wilden. En dat is nu ook echt zeker gelukt. En ja, we kijken nu naar het park. Heel veel nieuwe speeltoestellen. De oude zijn weg. Waarom zijn jullie eigenlijk met z'n tweeën dan uitgekozen om te helpen met het ontwerp van het park? We hadden eerst een hut en... die was weggehaald. We dachten dat dat door de gemeente was gebeurd. Dus wij hadden een brief geschreven naar de gemeente. En toen mochten we een keer op bezoek om daarover te praten. En toen zeiden ze van, vinden jullie het leuk om te helpen om wat leuke speeltoestellen uit te zoeken voor in het park. En dat vonden we leuk. Dus, ja. En de speeltoestellen zijn helemaal geworden zoals jullie het graag wilden? Ja, ongeveer was het echt precies wat wij wilden. Wij wilden ook echt hout en dat is ook echt goed gelukt. Ja, en we staan nu bij het speeltoestel wat jullie straks officieel gaan openen met de wethouder. En dan daarna poffertjes eten? Ja, denk het wel. Ja, jij ook? Ja. Oké, nou meiden, dankjewel. Nou, heel veel succes zometeen met de opening. Ja. Misschien wil je iets zeggen voordat je het gaat openen. Ik heb het Je mag het zelf weten. Nee. Nou, we zijn eigenlijk heel blij met het park. Ja, we zijn nu heel blij met het park zoals het nu is. Oh, nou, dan vind ik dat een prachtige speech hoor. Jeetje, mensen. En dan mogen jullie hem nu samen de strik los trekken. Jij een lint en jij een lint. 1, 2, 3. Ja! Gefeliciteerd! Mag ik erop? Ja, het geluid is glad, hè? Dus pas op. Lijkt het wel goed. Meegeholpen door Bo en Nicky met het ontwerp daarvan. We mogen toch best wel trots zijn dat de toekomst het eigenlijk gemaakt heeft. Ja, ja,
ja, ja. En we kregen prachtige tekeningen van dit willen we graag, dat willen we graag. En wij waren toch met het park bezig. Want ja, je kunt niet spelen in een park wat continu zeiknat is. Dus we hebben echt veel aan de ondergrond en aan de drainage gedaan. En nou ja, dit is het resultaat. En ja, ik, de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat niet iedereen heel erg gelukkig is met... Dus dat is voor ons wel een heel nadrukkelijk aandachtspunt. De jongere werkers weten het en de jongere werkers gaan extra het Kogelpark door op, in de avond om de jongeren die eventueel overlast maken aan te spreken. Dus we nemen dat heel serieus, maar neem niet weg. Ieder kind verdient een plek. Ook in het Kogelpark. Bij ons een van de ontwikkelaars van de speeltoestellen, José van Speelstad De Ruiter. Hoe is het idee zo ontstaan om dit soort speeltoestellen te maken hier in het park? De bewoners hier vroegen eigenlijk om iets natuurlijks. Wat echt hier past. En vandaar eigenlijk dat we voor deze toestellen zijn gegaan. Met een natuurlijke uitstraling. Alles is eigenlijk in overleg gegaan met Bo en Nicky. De tekeningen zijn gemaakt, die heb ik gemaakt, die zijn hun voorgelegd en daar hebben ze eigenlijk hun visie ook weer op gegeven. Als we hier kijken, nu is het park zeg maar lekker droog. Een jaar terug kon je hier geen speeltoestellen neerzetten, want dan nou, kon niet gespeeld worden, de kinderen konden daar niet komen. En door die drainage is daarbij ook meteen het water in de kelders van de omwonenden een beetje gereguleerd? Ja, we hebben de bewoners hebben een putje aangeboden met een T-stuk en daar een dop op. De bewoners kunnen daarvoor kiezen om onder hun huis een drain aan te leggen en die op die voorzieningen aan te sluiten. Zodat ze, als ze nog steeds last van water hebben, wordt dat door die drain afgevoerd naar hetzelfde systeem. We hebben met de aannemer ook hebben we iets moois gecreëerd en daar kunnen we daar met z'n allen trots op zijn.